Het moment is aangebroken. Waar al dan maanden over gesproken wordt hier op dorp, wordt nu werkelijkheid. De nieuwe prins wordt bekendgemaakt. En deze prins is natuurlijk heer van Trammelhos. Het luguut van Vriebare heeft het aan de nekken in Stoomgemaal. De luchtige veldheer van Droomland. Heerster van de Puut in het Polderkoortje. Beschermheer van Smitsklokje. Ridder van Knipdurp. Hoeder van Tijntjesdurp. Automatoot van Persoot. De verhaafde polder tot aan de Meulberg. Groot toeverlaat van Holle Kleine Jong. Commandeur van Tammezuur. Van Jeel Groot Persoot. Onze nieuwe hoogheid. Hier is hem. Geweldig om als vierde prins hier te mogen staan, na prins Jos, na prins Cadoze en na prins Wijten. Ik ben zeer vereerd om tussen dit gezelschap te staan, tussen Kobus, Moppen, Witte en jullie allemaal beste vlooien. Ik hoop dat ik heel veel steun van jullie heen krijg ook, want dat zou ik nodig hebben als onervaren prins natuurlijk. Maar ik denk best dat dat goed gaat komen. Er is heel wat aan vooraf gegaan, jongens. Er is heel wat aan vooraf gegaan. Ik weet het eigenlijk al sinds de kermis. Ik hier voor een lekkere pilsje om te drinken. Op zaterdagmiddag in het zonnetje. Het was prachtig weer. Toen had ik de heer Wijten kreeg te spreken smiddags. Die had zijn mond al een beetje voorbij gepraat. Want ja, die zei toen diezelfde dag, zei het nog niet heel erg veel. Maar goed, die zei wel, Leon, aankomende week, dan kreeg hij een prachtig aanbod. Want ik ben erop gewacht natuurlijk. Ik sta niet meer op het overhand. Ik had toevallig net een sollicitatie uitlopen bij de gemeente Tolen die week. Dus ik dacht, nou goed, dat is weer dat is leuk, dat is een nieuwe baan. En in de maatschappelijke ladder een beetje omhoog geklommen. Maar goed, ik heb maar afgewacht, lekker de kermis gevierd. En op maandagavond bel Piet Puten bel me op. Piet die belde me al met een beetje serieuze toon. Ik dacht, Piet in een serieuze toon, wat is dat toch allemaal? Meestal doen we altijd gezellig houden in de kantine en over de derde praten. We dan allebei zelf in voetballen. Maar nee, dat was het allemaal niet. Maar goed, Piet in een serieuze toon, ik moest toch wel goed nadenken. Het was net kermis geweest. Ik dacht, waar zouden we het nu over willen hebben? Maar goed, misschien had ik iets verkeerd gedaan met de kermis. Misschien had ik toevallig hen al drie aan de kont geknepen of zo, wat ik niet meer wist. Of had ik toevallig de foyer open gedaan. S'avonds, ja, jij wel eens uit eventjes niet meer weet natuurlijk, jongens. Maar dat was het allemaal niet. Die zei, Leon, zou je de nieuwe prins van Groot Persoot willen worden? Ja, ik moest daar natuurlijk toch eventjes over denken. En jongens, ik net als de meeste mannen, ik heb ook een vrouw thuis zitten. Dus je moet dat toch eventjes overleggen. Jullie kennen me, de meeste van jullie kennen mijn vrouw maar wel. Ze hebben een beetje Haags temperament. Dus ja, daar moet ik toch een beetje mee oppassen natuurlijk. Dus ik heb dat voorzichtig gebracht. Ik zei, Sandy, mooi goed naar beluisteren. Ik zei, dan word ik net benaderd om nieuwe prins te worden. Ja, die vond dat allemaal, die vond het dan eens prachtig eigenlijk. Ze zei, Leon, wat moet je doen? En weet je wat je doet? Je nodigt Piet uit, aanstaande zaterdag, voor een bakje pleur met de kano. Ik zei, dat is goed Sandy, maar ik zei, hier drinken we gewoon koffie met een bolus. Goed, dan word je prins jongens. Ik heb op een gegeven moment ja gezegd tegen Piet. En dan ben ik voor een pak gekeken natuurlijk. Want, maar goed, Piet zei eerst, neem dat pak van Wijten. Wat doet dat maar eens anders. Zeker dat pak van Wijten dan natuurlijk. Het leek net een vuilniszak, jongens. Het zal er niet meer in. Niemand zei ook, nee, dat gaat niet worden, jongens. Ook de glans van de houden schoentjes was er eigenlijk gewoon vanaf. Dus wij ben naar Eindhoven gereden. Maar goed, dat misschien al in je auto op Vos, maar die weten wat er gaat, al dat gespeculeerd hier ook.
Dat ging niet lukken. Dus wij afgesproken op de Wouwsetol. Dus ik en ja, toch, het zekere voor het onzekere genomen. Mijn pruik opgedaan en een snoren en ik naar de Wouwsetol gerijden. Om daar vervolgens bij die man in die auto te gaan stappen. Wat denk je? Zit er een paar maanden niet volspiet bij de Wouwsetol zitten ze koffie te drinken. Ja, en ze me toch gezien natuurlijk, hè. Dus, maar ik kon net die pruik en die snor op. Vandaar ook nog eventjes het gerucht ging, Ahan Paper de nieuwe prins zou worden. Ja, goed jongens, wij lekker naar Eindhoven toe. Ik kon die mannen moeilijk verstaan en dat Brabant natuurlijk. Maar goed, het is allemaal gelukt. Toen ging er ook nog het gerucht dat er een prinses zou worden. Ja, ik dacht, ze zullen me toch niet als paspoppetje gebruiken. Want ik ken natuurlijk van allerlei rode creaties. Jaren tellen, reetveters, kousenbanden. Ik dacht, ze zullen me toch niet als paspoppetje gebruiken. Maar uiteindelijk is dit pak geworden, jongens. En ben ik in de vorm van prins Lindertje en Herese. Dus laat me er een prachtige woordenavond van maken. En ik stel eventjes voor om nu lekker naar het café te gaan. Dus het is vreed.